We gaan naar een straatroof in Lisse. Een vrouw kreeg daar op maandag 13 mei rond 5:30 de schrik van haar leven. En ze doet zelf haar verhaal. Ik kwam van mijn werk af en zoals gewoonlijk loop ik altijd richting de Poelaan. Dus vanaf de Vennestraat, vanaf mijn werk naar de Poelaan. Daar steek ik over en daar heb je een park wat de Heemplein heet. Het parkje begint hier bij de molen. De vrouw loopt over het pad in de richting van de Don Bosco-straat. Halverwege is een inham en daar staat een bankje. Er zit een man op. En ik liep daar langs en zei goedemiddag. Nou, er werd niks gezegd. De man zat een beetje voorover gebogen op het bankje. Ik liep een stukje verder en opeens hoor ik, hier jij. Dus ik draai mij gewoon om. Voordat ik het wist, had hij mij met mijn schouder tegen het hek aangegooid. Waarbij ik ook mijn hoofd tegen het hek dus bezeerd heb. En zijn hand kwam op een gegeven moment naar mijn rechterborst. En toen, op dat moment schrok je natuurlijk, want wat was hij van plan? In mijn gedachten, ja, wat gaat hij doen? Op dat moment zei hij ook helemaal niks meer. Hij keek mij eigenlijk meer een beetje aan met een, ja, een starende blik eigenlijk. Dat ik eigenlijk op een gegeven moment had, wat moet ik doen nu? En de enige mogelijkheid die ik had, omdat mijn hand laag zat, was gewoon naar zijn zak te pakken en zo hard te knijpen en hem om te draaien, dat hij zei van, au godver. En daarna is hij dus richting de Spoelaan gerend. Nou ja, niet heel hard, want hij had waarschijnlijk veel pijn. De man weet de gouden ketting van de vrouw nog van haar nek te rukken voordat hij wegrent. De vrouw blijft geschrokken achter. Het mag natuurlijk niet gebeuren. Het is natuurlijk niet normaal dat zoiets gebeurt. En ik hoop ook niet dat deze dader dus nog bij anderen het doet. Want ik weet niet wat er dan gebeurt. Ik weet niet of die ergens anders goed in staat is ook. Ja, Annemarie. Ondanks alles heeft die mevrouw toch nog heel goed naar die man kunnen kijken. Ja, gelukkig wel. En daarom hebben we ook een compositietekening kunnen laten maken. En hier is die tekening. Het gaat om een blanke man van zo'n 30 à 35 jaar oud en ongeveer 1,80 meter lang. Hij heeft een mager postuur en een ingevallen gezicht. En hij droeg die dag een blauwe spijkerbroek, een crème of een vies wit overhemd en een donkere jas of vest. En wat opviel is dat hij zwarte vingertoppen had. Ja, en dan is er ook nog een foto van een soortgelijke ketting die de man heeft meegenomen. Ja, en deze ketting, behalve dat hij dan wat langer is dan wat we hier zien, komt hij overeen qua schakels en qua slotje. Dus misschien weet iemand, heeft iemand die ketting gezien, wie die ketting in zijn bezit heeft, of misschien is die aangeboden aan iemand. Ja. Goede aanknopingspunten naar de dader dus. Herkent u de man aan de hand van deze compositietekening of de ketting? Weet u waar die is? Laat het de politie weten via een van de bekende tipnummers onder in beeld.